Ik ben Judith Sargentini en ik onderzoek namens het Europees Parlement de rechtsstaat in Hongarije. De Hongaarse regering is keer op keer aangesproken op haar maatregelen die ingrijpende gevolgen hebben voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en het behoud van persvrijheid of de bescherming van fundamentele rechten van burgers. Het Europees Parlement sprak zich hier meerdere keren over uit en ook de Europese Commissie begon diverse inbreukprocedures. In Europa hebben we afgesproken dat we ons allemaal aan dezelfde waarden voor democratie en rechtspraak houden. Want zo kunnen we elkaar vertrouwen. Als landen toetreden tot de Europese Unie, dan verbinden ze zich aan de gedeelde Europese waarden van respect voor menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en mensenrechten, inclusief die van minderheden. Als een EU-land deze Europese waarden aan zijn laars lapt, dan geeft artikel 7 van het EU-verdrag de mogelijkheid om op te treden tegen dat land. Er moet dan sprake zijn van een duidelijk gevaar voor een ernstige schending van deze waarden. De ultieme sanctie zou het verliezen van stemrecht zijn in de Europese Raad. Met die ultieme sanctie moet je heel zorgvuldig omgaan. Zo'n stap is namelijk niet niks. Het inperken van de zeggenschap van een van je partners in de EU heeft veel gevolgen. Tegelijkertijd moet de Europese Unie voor de bescherming van al haar inwoners staan en opkomen voor de rechten van al haar burgers. De afgelopen maanden maakte ik namens het Europees Parlement een analyse. Voor dit rapport was ik in Boedapest en sprak ik met diverse experts. Academici, vertegenwoordigers van de Hongaarse regering, lokale hulpverleners. In Brussel deed ik dossieronderzoek en ik sprak de Europese Commissie, journalisten, vertegenwoordigers van NGO's. Allemaal om een beeld te krijgen van hoe de rechtsstaat zich ontwikkelt in Hongarije. Helaas moet ik constateren dat de zorgen van veel Hongaren en Europese politici terecht zijn. Europeanen en Hongaren kunnen er niet meer van uitgaan dat ze eerlijk en gelijk behandeld worden door de Hongaarse overheid. Daarom kan ik niet anders concluderen dan dat artikel 7 van het verdrag in werking gezet moet worden. De tijd van waarschuwen is nu echt voorbij. We moeten opkomen voor de Hongaarse bevolking die structureel benadeeld wordt door haar eigen regering.